Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. En vandaag heb ik eindelijk weer na 100 jaar of zo een shoplog voor jullie. Mijn laatste shoplog is echt meer dan een jaar geleden. I don't know why, elke keer als ik een shoplog wou filmen dan lag de helft in de was en de andere helft lag bij mij. Maar nu heb ik alles bij elkaar verzameld, dus nu kan ik eindelijk een shoplog filmen. Ik heb de laatste tijd best wel veel dingen gekocht. Ik heb een tijd geleden ook heel veel dingen gekocht, maar dat vind ik niet meer nieuw. Dus ik heb ook geen zin om dat meer te laten zien. Maar nu heb ik best wel veel nieuwe dingen. Waaronder als eerst deze trui. Niet dat die heel goed zichtbaar is. Ik loop nu stage in MEC in Rotterdam. En natuurlijk moet ik toch elke keer even de stad in. En ja, ik kon deze trui niet laten liggen. Hij was maar 10 euro. En I freaking love this color. En truien zijn altijd handig. Ook heb ik schoenen besteld. Waarschijnlijk hebben jullie die wel op mijn Insta gezien. Deze. Het zijn Reeboks. En deze waren ook echt al super lang. Alleen toen waren ze echt iets van 90 of 100 euro. En I don't know. Dat is gewoon een normale prijs voor schoenen, maar top. En toen zag ik in één keer dat ze voor 60 euro erop stonden. En toen dacht ik, ja nee, ik wil ze al zo lang. En ja, zoals jullie zien is dus roze echt mijn lievelingskleur. Ze zijn zo mooi en ik ben echt zo verliefd op ze. Ik heb ze trouwens op stijlvuil.nl gekocht. Ook heb ik een verslaving aan Calvin Klein sport-BH's. Ik draag niet zoveel BH's meer omdat ik BH's gewoon echt niet lekker vind zitten. En sport-BH's en bralettes zitten wel echt super lekker. Dus ik heb 2 Calvin Klein sport-BH's gekocht. Ik heb deze en een zwarte. Ze zijn niet echt goedkoop. Deze is 31 euro. En toen een week later zag ik dus dat ze bij Zalando, of nee, of bij de Bijenkorf. Ik weet niet, één van de twee. Ik heb er één bij Zalando en één bij de Bijenkorf besteld. Toen zag ik in één keer dat de ander maar 24 euro was. En toen dacht ik, ja, de zwarte wil ik ook nog heel graag. Dus dan heb ik ook nog de zwarte besteld. En ze zitten gewoon super fijn en I freaking love them. Wat ik nog meer bij Pull&Bear heb gehaald is dit. Je ziet het nu niet zo goed, maar het is een zwart jurkje met dat lezen detail hier. Ja, ik had even een los zomerjurkje nodig, want ik heb alleen maar van die strakke jurkjes. En losse zitten natuurlijk wat koeler en zo. En deze is gewoon makkelijk, ook vanuit het strand. En deze was maar 13 euro, dus ja, kan ik niet laten liggen. Wat ik nog meer bij Pull&Bear heb gehaald, als sale. En ik heb deze gehaald. Ik heb heel veel off-shoulder tops gekocht. Ik vind ze gewoon super leuk en super zomers. En ik heb al een off-shoulder top, maar ik moest er gewoon nog meer hebben. En dat is dus deze. Hij heeft van die lange mouwtjes. En hij is een beetje cropped. En deze was van 20 euro naar 13 euro. Het is wel een maat S en ik heb een maat M, maar hij past wel. En je voelt wel dat hij wat kleiner is, maar nu blijft wel alles op zijn plek zitten. Dus de schouders blijven ook echt zo zitten en dat vind ik wel chill. Dus ja, super happy with it. En bij de Pull&Bear heb ik nog een off-shoulder top gekocht. En deze is met korte mouwen en deze is met streepjes. Ik weet niet, ik ben echt gewoon verliefd op die off-shoulder tops. En ik vind hem gewoon leuk en zomers en... Ja, deze was ook 13 euro. En deze was gewoon van de nieuwe collectie. Ook bij de Bershka heb ik nog wat dingen besteld. Waaronder ik één ding dus niet kan vinden. Ik heb hem nog niet eens aangehad. En hij ligt al niet meer in mijn kast. Dus ik denk dat mijn moeder hem gejat heeft. Maar dat was dus een zwart shirt met zo'n choker effect. Gewoon omdat ik bij MAC allemaal zwart moet dragen. Had ik even zwarte dingen nodig. En toen had ik die besteld. Alleen ja, ik ben ook kwijt. Bij de Forever 21 was het gratis verzending. En toen dacht ik, nou ja, dan kan ik maar eventjes snel één dingetje bestellen. Dus... Dat is weer een off-shoulder top. En deze is ook wit. Maar dan is deze toch iets anders dan die andere. En deze is wel gewoon lang en heeft geen lange mouwen. En deze is wel echt mijn favoriet. Alleen deze is echt van het stof wat niet strijkbaar is. Dus ik heb echt 100 jaar erover moeten doen om dit ding te strijken. Want het ding is gewoon niet strijkbaar. Ook heb ik bij de Bershka dus weer dingen besteld. En één daarvan was... Deze. Het is echt, slaat helemaal nergens op hoor. Maar ik vond hem heel leuk. Hij was maar 3 of 4 euro. En check dit. Er staat een flamingo op de achterkant. Like, how cute. En weer met roze. En roze is gewoon... Roze is gewoon mijn favoriete kleur. Ik vond hem gewoon leuk. Ik weet niet waarom ik hem heb gekocht. Maar waarschijnlijk omdat hij maar 4 euro was. Als laatste heb ik dus weer een off-shoulder top. Echt like... 4 off-shoulder tops in één shoplog. Dat is echt erg. Maar dat is dus deze. Zwarte en hij heeft poefmoutjes. Dus ze zijn wel allemaal anders. Maar alsnog. Deze heb ik wel speciaal gekocht voor bij MAC. Zodat ik gewoon zwarte kleding heb. Je moet daar dus gewoon alles zwart hebben.
En er mogen geen teksten op staan. Dus het moet gewoon even zwart zijn. En dat is nog best wel moeilijk om daarvoor een afwisselende kleding voor te vinden. Maar deze vond ik dus echt super leuk ervoor. En deze kan ik natuurlijk ook gewoon normaal aandoen. En hij is lekker zomers. En deze was 10 euro. Dat was alles wat ik heb gekocht. Ik merk aan mezelf dat ik best wel snel door de shoplogs heen ga. Maar ik kan er zelf, ik vind het zelf heel erg saai om te zien bij andere mensen als echt 100 jaar over één product blijven praten. Ik vind dat ik nog best wel veel dingetjes heb gekocht. Ik moet nu ook weer even afkicken met dingen kopen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ja, yeah, tot de volgende video. Ik kan er niet bij. Ik weet niet of je het kan zien, maar ik heb mijn wimpers gelift. En ze zijn zo freaking lang.